Die is mooi, ja. Ja. Ja, die komt goed. Ja. Die moet naar jou. Die moet naar de hoog van mee. Zegt die azalea in de hoek, dat is een mooie, hè? Ja, die is toch wel mooi. De kleuren alles. Ja, kool wel. Dat heb ik van begin af aan een mooie azalea gevonden. Dat is een mooi beest, ja. Hè? Dat is een mooi beest, hè? Ja, dat is zo mooi. Daar zitten nog geen blad, dat is aal. Aalbloemen, ja. En daar staat een nee, hè, die? Nee, wat? Die in de hoek? Nee, wat? Nee. Nee, het is ook bijna gewoon stoort. Er moet wat in de grond zitten, want dat is net altijd die plek waar toen die camellia's gingen doen. En... Ja. Ja. Die dogwoods, die zijn mooi, hè? Ja. Ja, dat is een Chinese redbud. Ja, die is heel mooi. En deze, weet je nog, dat we die als heel klein plantje van Horst hebben meegesmokkeld, weet je nog? Een mandelboompje, ja, van een Nelse. Ja. 5 gulden. 5 gulden. Zeg, heeft dat? Jaren gesufferd om... Smokkie wil op de film. Smokkie, wil je op de film, hè? Wat is hij dan doen? Wat is Smokkie dan, hè? Huis aan het bouwen. Oh ja. Een takje in de mond. Ja. Dat zijn, als je praat van mooie bloemen. Ja, maar er zit onder de clematis. Maar een mooie, dat heel typisch dogwood bloem, hè? Dat is een roze knuppel, waar staat aan? Een clematis. Dit is de... En ons vogelhuis dan met... Ja. Dat hebben ze daar... Oh, dat grijpt wel eraf, wat is dat hier? Ja, maar daar is onderhoud aan, aan zo'n huis. Wat is dit dan, die witte? Hè? Die witte, wat is dat dan? Voor wat die witte? Deze. Dat is de witte Texas Redbird. Ja, ja. Texas Redbird. Ja, dat zou als geheel nog moeten, hoor. En die dak moet dan daarboven, zeg. Ja, die begint nog net, want dat is een hele laat. Ja. Die is net zo heel fel wit. Achter, dat is de mooiste qua boord. Ja, en dan daaronder de clematen zit. Dat zijn dezelfde ding. Kun je zeggen, een ding, Pieter. Een mooie tak, of niet? Ja, maar kijk je die bloem mee. Zeg. Wat een maat, hè? Dat is een mooie boord, ja. Ja, dat is ongeveer de mooiste dogwood die we hebben, denk ik. Zou ja, het niet? Die er onder de draad of onder de clematen zit, die is net zo groot en net zo wit. Ja. Dat is mooi. Ja. Maar dit is een dubbele spirea, hè? Ja. Dat is wel een mooie. Die is mooi, ja. Ja. Kijk, in de zon. Dat is mooi. Mm-hmm. Neem op beide engels staan, anders dan gaat het niet, hè? Die Campofuris. Ja, Lonifera. Nee, Lonifera. Lonicera. Lonicera. Ja, dat is een wilde, deze jong. Ja, ja, maar daarom is het even goed nog Lonicera, niks aan te doen. Dat is een hele mooie rooie. Dit zou Smoeken nog een lievelingshoek zien. Deze? Ja, mooi rooi. We hebben nog een rooie, daar ging er in het bos. In het bos, ja. Deze stond op ongeluk tussen toen. Red Scarlet heeft die ginder, geloof ik. Zie? Ja. Ik ruik hem vanaf hier. Daar kunnen we het filmen 9 uur of afleggen. Dat zou de moeite waard zien. Dit is ook dubbel, dit is een enkele, dit is een enkele. Zie dat? Dat is uw lievelingsbloem. Ja, die hebben we er vroeger veel van gekweekt voor processie. Grukkes. Mm. Ja, dat hoef je niet met de neus kort bij te komen, die kun je zo ruiken. Ja, die is prachtig.
in de streek ligt. In Afhang. Ja, dat was baas wel een mooie donker. Ja, dit is mooi pruim is hoor. Dit is geen abrikozenbloem. Mende? Dit is een pruim, en dan krijgen we in elk geval veel pruimen dit jaar. Dat is een abrikoos. Ja, maar die bruien dan helemaal wel. Nog niet. Of nee, die al, hebben toch gebruikt? Hoe werkt ze dat? Ja, de... Kleurrijk doorkijken. Nou, dat is er één. Hoewel, die zijn allebei mooi, maar ze zijn alle drie mooi eigenlijk, hè? Alle drie. Wat ben je aan het zoeken, joh? Dit is ook een Yoshino's hier, joh. Ja. Mooi, joh. Mooier als die andere. Mooier dan welke? Maar als je dat zo ziet in strijk ligt, hè? Yashino Cherry. Dus dat is nou Cherry Blossom Festival. Ja, dat klopt. We gisteren meken en dan helemaal gedacht. Ja, dat moeten ze wel nou hebben. Oh. Die is mooi, hè? Ja, je dacht gisteren dat het dezelfde waren die we meegebracht hebben. Ja, ja. Staan aan deze. Ja. Mensen praten wel eens van helder water. Dat vroeger de cowboys die dronken uit de kriek, maar dat zou hier ook best kunnen, hè? Cowboys in de jaren zaten in grote cowboys. Ja, ja. Ga je morgen beginnen? Wat ga je morgen doen? Ja, bij de mondelaarsjes vrijmaken. Deze kant, dan kun je die andere mondelaarsjes erbij zetten. En tussen de kana's, want de andere dag zie je ze goed. Dat is waar, ja. Hier begin ik hier wel. En woont Munckie daar, denk je, onder dat, de kluts? Dat zou ik willen. Daarom heb ik het laten liggen, om zoiets te vangen. Ik dat vanavond. De blueberries, ja. Ja, blauwe bessen. Mm-hmm. Het zijn net zo'n dophei-achtige bloemetjes, hè? Ja. Ja. Zegt die boom, maar woede je zit te hakken, dat is toch ook iets prachtigs. Fascineum heette die ook, hè? Wouwbessen. Een combinatie van wormen en zonnepietjes. Ja, woede heeft een hele boomdortel, dan moet je kijken, zeg. Gat aan gat. Ja, dat kan. Als een woede gedaan hebben, of die grote pillen eten. Het is wel een grote, ja. Dat is behoorlijk. Maar moet je toch zien met de gaven. Nee, nou dan. Die Indian Hawthorn, dat is ook wel een aardig plantje, hè? Ja, als die groot is, kan ik me voorstellen. Zo hebben we een van Achim en Andreas. Ja, die staat voort bij de Bielsen. Die is nog mooier, hoor. Waar, wat een vlek, hè. Van drie pleintjes, Pieter, vaak, joh. Weet je nog? Dus papa's poké waren we die gevat, joh. Ja, ontzettend. Waren die? Oh. Ja. Leuk, hè? Ja, ruiken ze? Ja, heel lekker. Die zitten dan aan de grond vast als je die optrekt. Ja. Drie plantjes. Waar heb je die aanvang met gedaan? Verbena. Ja, Homestead Purple. Homestead Purple, ja, dat is het. Die zijn ze even de weg gevonden hebben. Ja. Deze of die? Ja, die bloemen zijn heel apart, hè. Oh, dat zijn nog knopjes erbij. Daarachter zit een open trosje, daaronder. Ja, je kunt toch zien, hè. Die, deze hier zo, hoor. Ja. Heel apart, hè. Akebia. Dat is Akebia. Kinkerfoil, zeg jij, hè? Nee, Kinata of zoiets. Mm-hmm. En dat was chocolate fijn, dat komt dus. Deze zal wel zinken, maar heel apart. Mm-hmm. En dan die vruchten, dan wil ik nog zien wat dat wordt. Ja, pak ze maar eens. Ja, dan weet ik nog dat deze vruchtje zal zien. Mm-hmm. Hier? Denk je? Dat weet ik niet of dat knopjes zijn of vruchtjes. Knopjes of vruchtjes, ja. Huh, dit lijken wel bestjes, ja, die hangen hier overal zo.
die kleur is heel apart, hè? Ja, een frisie, hè? En de rest nog weer. Robinia. Robinia. Pseudo-acacia, ja, ja. Pseudo-acacia frisia. Ja. Ja, die stond toen in de Zuid-Alepingen. Met hele mooie kleur en ook hele mooie herfstkleur. Dit is een mooi wat. Ja. Is het mooi? Het is een klein, maar hier in het streekrecht. En er zitten meer bloemetjes dan hier in de stengel, wat? Alweer hebben die, hè? Dat is nog zo'n fijne groep. Dan zitten wuiven in de lentezon. Schat, vanaf hier. Dat is van de laatste twee weken of zo. Hier hetzelfde. Zo'n 20 centimeter. Dat groeit als kool. Dat denk ik. Vooral de laatste dagen met die regen. Oh ja. Nou, die roos die blijft bijna het ganse jaar door. Maar. Ja. Wat is de woody? Een mooie azalea, ja. Misschien wel van een bloem, hè. Hoe de naam is? Red Ruffle. Zit er wel. Red Ruffle. En het scarlet. Mooi is die. Ja, die makkie. Snappy. Ja. Nootje. Ik heb zelf gestekt op een fasciatus. Ik hoop dat ik hem net niet daar heb. En dit is de perfecte camellia, vind ik. Ja, maar die heeft vannacht al ietsje van de vorst geleden, denk ik. Vorst nu was 36 graden. Ja, maar van de regen iets of wat, die hebben we over iets puntjes. Mooi wat. Prachtige bloem, hè. Dat is Camellia nuntius gam. Camellia. Camellia nuntius gam, ja. Dat is een heel bijzondere azalea, hè. Mooie witte. Mooie witte, ja. Grootbloemig. Ja. De witte. Drie van wereld in de aanbieding. Ja. Die hebben we gisteren even de weg gevonden. Binnendoor op dat de jaar van Benas. Die heeft ook een haren. Dus dit is een onze plek. Die waren mooi. Van deze hadden we dus 8 gisteren meegebouwd in Meken. En die stonden hier. Dezelfde stuk onder die mooie vlek. Ja. Met het eilandje in. Die is mooi gezond, ja. Black Mission Pig. Dat doen we op zondag nog. Dit is Quercus polymorpha. Ja, dat is de Mexicaanse. Ja. Die is nou wat groter als G. Ja, die groeit naar beneden. Die groeit naar boven. Ja, maar... Mooi hoor. Ja. Kijk, en hij krijgt wel een kop nou. Ja. Mooi. En door zijn Mexicaanse eik. Een beetje de kleuren, hè? Ja, de garage wel eens dicht mogen doen. Kun je toch niet binnen? Dat is in de achteraan moed gekomen. De dok wordt zijn redbed van de buren. Een redbed zit wel weg, maar. De dok wordt dus. Dat je nou praat van. Ongeveer vanaf de Mexicaanse eik. Zoals Peter, dat is die mooie groene die we vers voor kwal bij haaien. Ja, een hele aparte gele groene kleur. Het is mooi. Ja, dat kan daar ook wel, maar... De olm. De olm, ja. Dat is toch de moeite waard om van Louisiana grotere te doen, hoor. Je moet alleen nog een uil hebben, hè. Want in een olm zit een uil, of niet? Ja, de uil zit in de olm, ja. Ja. Maar mooi, hoor. Ja, dat is een boom. En dat groeit ook heel vlot. Ja, dat denk ik. Ja. Hebben we gisteren pas gezet. Ja, gisteren meegebracht bij je. Die azalias die doen zo hun best. Ja, maar die moeten vechten. Oei. Die moeten... Ik kreeg het licht erin. Vechten met de eik. Met die grote boom, dat verloopt. Ja. Maar ze doen hun best. Dat is een mooi rondje. Best mooi, ja. Volgens de brievenbus. De dokboot van de buren.
Een soort wit. Heuse verder is aan B. En de volgende hand. Zo druk bij de beeld eens gaan kijken door. Wat door is. De vogels horen zingen. En die blijven bijna altijd. Ja? Moesten ze wel wat. Die komen iedere keer om de 5 minuten vragen of er al meisjes zie. Ja. Waar is hij meisjes beloofd, hè? Lekkere jongens. Ja, ja. Nou. Zo dan, hè? Hebben jullie zo'n honger, hè? Oh, oh, wat hebben jullie honger? Ja. Er gebeurt niks, hè? Zou ze nog wel opkomen pikken, hè? Er gebeurt helemaal niks. Ik moet niet bang te zijn. Nog een vrouwtje toe dan. Kom maar. Dan die wel wat. Hé? Ga maar eens kijken. Kijk. Ga dan maar eens kijken. Ga maar eens naar meisje. Hé? Ja, daar liggen er nog, hè? Ja, die zijn er nog. Jij bent niet zo bang, hè? Nee, nee, nee. Jij bent niet zo bang, hè? Je bent op de grootste, hè? Ja. Ja, die anders in de dood gegaan, dat zou je in jaar gezien. En dat zei ik. Ja, de buren zijn wel aan het meien, maar het is nou net zo mooi, dus toch maar filmen. Dit is zo mooi nou, ja. Op zijn mooist zijn ze. Op zijn mooist. Zo op de moer. Eens kijken, gisteravond om 6:30 waren wij bij een sheriff deputy in Dublin. Om 96 hertz. Ja, wat zeggen ze, Campbell? Die hebben we gehaald, 3-1, en zo we eens kijken. Daar zien ze. Ik had me net te kort bij, want sinds gisteravond hebben die een duster hier rond 7:30. Ik heb de vliegen losgelaten. Dat zijn net Indonesische eentjes met zo'n lange nekken. Mooi. Hebben jullie gehappen, hè? Jullie hebben de meisjes gevangen. Mooi maken. Die voelen zich al thuis, hè? En dan zijn de mannetjes gaan gekomen vandaag. Zon schijnt niet, maar genoeg omdat ze niet komen. Zo groot zijn jullie al. De meisjes van een jaar oud, hè? Khaki. Een mooie iris in bloei. Dat is nou jullie vijver, hè? En de beek is van jullie. Ja. Mooi maken, hè? Gisteravond stonken jullie in de auto. En twee gele kratten op elkaar hier naartoe. Ja, mooi. Mooie meisjes.
kerstena myös pian lapset. Ja siitä, jos, no jos siinä olisi siellä jeetyvän ja verschrikkelijk auto. Wat een herrie kwekkies. De ontmoeting, nou wil ik eens zien. Ah. De mannetjes komen. Oei, oei. Die willen er gelijk op natuurlijk. Praten. Huh. Gaan we door. Maar jong, oh, dan wordt al gevolgd wie dan mocht. Jeetje. Ze zijn niet bang van de. Komen ze naar mij toe? Hij had er beloofd dat baasje meisjes zou halen. Ja, wat kwamen jullie nou vertellen naar mij? Vonden ze nou niet mooi? Zeg, wat is nou dan? Vonden jullie de meisjes nou niet mooi? Hé? Hey? Ze zijn niet mooi. De baasje happen. Ga maar happen. Jullie kennen de weg, hè? Eerst kijken. Ja, daar lagen nog een paar meisjes. Hè? Oh, opeten van de meisjes. En dan komen ze wel heen. Kijk daar. De mannetjes weten niet meer hoe het moet na 2 jaar, Pieter. Ja, dat zou best wel kunnen, maar dat leert ze ook snel weer. Maar geen vijandigheid. Nee. Dat is de amandie aan het rood. Diepe luid. Stukken erbij opgezet, hè? Ja. En even vastgebonden. Dan kunnen ze. Ja. De eenden werden gepakt. Het was een dag dat ze hier zien. Oh. Met 2 maanden als ze dat gast ziet. Leek op stilhouden, die wil gaan niet. Eindelijk heb ik ze. Het is heel erg vriendelijk, geloof ik. Het is geen liefde op het eerste gezicht. Die heb ik net naar voren gezet, hè. Die waren binnen in een veranda bij ons. Lizzie. Dat is een mooie blauwgroene ogen. En nou zeg ik ze. Treisam, Lizzie. Treisam, ja, treisam. Jullie vergeet me nietjes. Mooi gezegd. Gaat er maar heen, ja. Lizzie.
Nou zien we de oogjes, hè? Nou is het aan mij leid. Nou is het een kappie. Die zou ik eens van het slokkamer aan doen. Die was al moeite bevestigd voor me. Zo mooi. Zelfs die daar, die witte van Achim en Andreas. Heel mooi nog. En die bleef ook mooi. Bij de eik, van een best, die mager, maar toch fijn. Oei. Wat zijn die aan het doen? Aan het knuffelen of zien die daar blaadjes aan het eten? Zeg? Dat is de blaadjes die er zijn. Dat is dan zo gunstig. En wie slaapt hier in de frontpoort? Boef. Zou die gisteren al aan de bel gezet hebben? Ja, daar zit Heki dan, hè? Neemt het hele bakje mee. Is dat niet prachtig? Deze cactus was bij Joker, die blijft zo mooi. Deze die is van het jaar, dat is een verrassing. En deze nog, die wil ook als verrassen. De oogje die blijft nog zo mooi. En de hooja. En deze ze heeft nog een derde tak erbij gekregen. En jullie hebben kwekkie blauwbek wel weggejaagd. Die ligt daar helemaal. Gemene eenden. Zo kom je toe. Die klimaat is hier op de hoek. Bij de frontpoort. Zoveel bloemen. En zo'n gevoerd, hè. Nou, zo heeft hij nog nooit gebluid. Dat zie je toch schotels. Prachtig, prachtig. En die mogen hier aan de voorkant niet. Gewoon naar achter zwemmen. Het is als het dan met eekhoorn, hè? Maar ja, het bos was best mooi. Irissen. Ja, daar rennen de eken heen, hè. Die zitten. De boefjes vliegen er rond. Die kruid zo fijn. Hier, die kadernots, die boefjes. Hoor zijn tuin bluit weer. Oma steekt wel meter door. Die vindt het wel best. Waar ze rengen die bluien? Ja, die zijn het in hierdoor. Dat is niet zo mooi. Seringa, Kassavica, Moskvi. En een Russische sering, dus een dubbele witte. Heerlijk ruiken. De originele naam, de Latijnse naam is Acer palmatum. En dan de bijnaam Sango Kaku. Mooi, hè? Ja, mooi, ja. Ja, heel dicht. Die hebben nou net gezet. Die wil ook wel, maar dan moet je kijken. Sinds dat hij geplant is, heeft hij zo'n schot gemaakt. Hè? We hebben er al van in de waas gehad. Seringa Lavender. Lady. Lavender Lady. Ja, die moet tegen de hitte kunnen. Lavender Lady. Mm-hmm. Ja, die kan tegen de hitte dus. Ja, maar die staat hier niet eens zo warm. Hè? Ja. En die bluit al trekken, die is die hoor. Maar erin en gelijk bluit. Ja. Het is bescheiden, maar hij heeft het toch een paar. Het is lief. Kwaadbloemen. Ja. En het groeit, dat is belangrijk. Doe die kade nog boven. Jip, 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 jip. Dat is... Snowball. Ja, Chinese snowball. Viburnum. Viburnum.
Hiberne macrocephalum. Dat is toch ook mooi wat voor het eerste jaar. Die hebben we vorig jaar in mei meegebracht. Chinese rakkers. Kijk, daar zitten ze weer op het voerhuisje. Ja. Kijk, die is uitgebloeid, hè? Ja. Klimatisch Dutch House of Edinburgh. Ja. Kom maar kijken. Ja, die moet eerst... Ja, die is goed gebleven. Net als maar... Jaapie Kinkhoorn, een beetje groter groeien. Toen weer weg waren, had hij mooi gebleven nog alweer. Die kade nog. De medium die er zijn. Ja, dat is ook uitgebloeid, hè? Dat, want die is daar. Ja, die heeft verzaten. Ja. Waar die zit. Die is wel, kijk, die is mooi. Kijk. Hey. Heel aparte kleur groen, hè? Ja, zo heel fijn groot. Ja, vooral ja, de zon erop schijnt. Dat is mooi, ja. Ja. Mm-hmm. En die groeit ook wel. Dat denk ik. Wat kan die nog wel mooi? Groeien fijn. Dat vind je ergens. Hier is het mooi uit de wind, maar anders is het guur. De oogst uit de tuin. Die seringen. Wat ziet hier nu zo hier door? Die is mooi. Door haar kupje. De seringen. De moskou. Door paars eitjes en nog tafellakentje ook nog. En die boerenjasmijn, en dat zei ik je dat zien, dat is nog stokje. Ja, we hadden thuis een hele grote struik. Ook zonne, enkele. Ook zo in. Nou, die zijn mooi. Ik denk dat ze toen geen dubbele hadden nog. Ja, die blauwe dat niet bij jou zo. De dubbele. Ja, die zijn prachtig. Nog een hoekje moois, ja. Nou zien de rozen op zijn mooiste wat nou naar koor weer is. Ja, ja. Prachtig. Dat is die vaas van Betty Roos. Die zijn ook mooi te weer. Kruisler Imperial en Parfum Delight, die grote rozen. En ruiken. Dat is de Indigo. Blue Bunting. Hoe komt die elke keer hier kijken? Mooi beest. Oh, die komen van het zuiden naar het noorden. Naar boven is het nog te koud. Dan zal die met rek wel uitgaan. Die beest is er mooi bezig. Mokkie. Ja, het is ook een zeldzaam mooie vogel, hè. Zoek je van alles. Wat ga je door? Ja, voor het hele fijn. Ik kan niet een hoop zetten. Ja. Je zit meer achter de boom. Ja, achter de jasmijn. Tegen de tijd dat je die erop zet, dan is hij weg. Ja, tegen die tijd. Nee. Kijk eens wat mooi. Ik denk dat ik toch mooi heb. Zie je? Ja. Gooi je die door eten. Als je hier op aankomt, heb je hem achter die tak vandaan. De kleur is niet zo goed daar, omdat er niet zoveel licht is. Nee. Ja. Maar het waarom toch helpt de zon niet een beetje. Ja? Mm. Helpt het hier, hè? Ha! En die hap nog maar. Door de takken ben je ermee bij de vuur. Iets hoger gaan. Die speet
Petje zoet. Die raakt zo'n donker ogen waar. Kom nou eens een keer dat ik hier op heb beest. Heel even nog wat liefs filmen. Na al die jaren hebben we het eerst hier lelietjes van dalen. Hier een takje. En de rest dat zijn Confederate jasmine. Zodat ik moet eens kijken hoeveel dat we die hebben, hoe mooi dat is hier. Hier op de hoek. Bij de veranda. Daar staat die Confederate jasmine. Helemaal een muur geklommen. Hangt zelfs aan de kabel waar het kolibri voorhuisje aan hangt. Hangen nog bloemetjes aan. Ik voel het mooi dat je aan ruiken. Als je langs loopt. Dat is heel mooi. Mooi strieklicht. Tegen 7 uur s'avonds. En daar ligt Kwekkie Blauwbek, hè? En ik geloof dat ze zich in deze dagen verloofd heeft, hè? Kwekkie Blauwbek? Dat is zo'n mannetje nou, hè? Zo leert dat, hè? Samen slapen. En daar zitten de vreedbeesten, hè? Een zijbaasje, een zak in 2 weken tijd. Zo'n grote zak vol, hè? Balletjes te onderhoed hangen, onfatsoen, hè? Bah, hij was je door de zak hem gekiept. En maar happen, hè? Woody ook nog al happen voordat het avond wordt? Woody? Had Woody nog honger? Oh ja, als Woody dus hartig afvroegt en hij knoeit, dan gaan jullie dat opeten, hè? Woody. Is lekker, hè, Woody? Wie is dat dan? Alweer terug happen, Woody. Zeg, er staan anderen. Volgens mij zat hij in de boom te loeren, hè? Maar als je alles volgemaakt, dan moet dat wel liggen. Sparrows. Wie is dat dan? De babytjes zijn opgegeten van nou, hè? Ja, dus moet hij maar terug, hè? Moest hij zich volvreten vanavond, hè? Volgens mij is dit dan een baby Woody, hè? Ja, een baby van vorig jaar natuurlijk. Titmaus weer. Gekke eenden, hè? Gekke eenden, hè, Eki? Ik heb die gaan terugkomen. En mijn val vreten en mijn knoeien. Schokkenbrok. Woody schokkenbrok. En die in je hoofd die gooit je op de grond. En daarom zitten er. Kijk toch, want Woody. Flop, zit hij in het gaat. Daar woont hij. Kijk of hij eruit komt. En hoe lang het in hoog schiet. Ja, daar zijn we weg. Wie is dat? Nou hebben ze camera's met kleur binnen, hè, hoor. Ja.
Ja, nou liet het toch mooi zijn. Wat voegt niks toe. Gewoon een aparte zeg. En dan fladdert hij meer. Het is ook zo'n bek, hé. Die wil ik daar eens opzoeken. Dus een zadel. Ja. Kijk eens. Brost, plastic. Brosbeek. Dat waren dus. Net nog kijken. De roosbreasted crossbeak. Nee, het is wel donker daar, hè? Valt altijd heel erg mee. Mm-hmm. Die wel nog een mooie kleuren te hebben. Maar dat hij dus ook distelzaadjes eet. Ja. Dus die is nog in de buurt, hij is altijd hier tegen, maar zelfs is ook weer te slecht weer om naar het noorden te vliegen. Zou die zo mee blijven hangen, maar dan moet ze een meisje hebben, want het is het manneke. Ja? Ik ga laten we borsten zien. Kijk maar eens. En draaien in de rond. Ja, dan kan ik tenminste terug zien. Dat de borsten zijn, want ook hier de dam roosbreast het. Toen hij les wegvloog, zag ik dat. Nou, die uit goed. Ja, dat is gratis, hè. Er zitten er twee op, Pieter. Kijk toch eens. Ja. Maar. Hé. En er zit geel aan of net wat kent naar zee door. Dan draaien ze weer terug. God. Ja, dan kan ik niet zien wat dat voor kleur is, want ik zit er door dat zwart-wit te kijken. Door het gewicht draaien die wel. Ja, de ene is er aangevlogen natuurlijk. Ja, mijn ding schijt zo goed, want die fles die laat ik. Ja, maar ja. Drie, Pieter, nagenen. Daar zit een nagenen en een boer mee. Ja. Maar... Die heeft er nog van voor een gekleurde borst. Kost het zin? Die is bovenaan de tafel. Ja, maar de wiefjes zijn gaan zo anders. Ik weet niet wie dit is. Wie ging door, hè? Allemaal... Dat is wel gezicht. Allemaal bezoekers. En kijken. Dat is het vroeger jaar. De reis. Er stond iets van ja, een eyeball of een streep of een doorge. Dat is bijzonder hoor. Mm-hmm. Dus dat is het meisje. Je hebt geluk. Ja, die rode borst kunnen goed zien, ja. Daar zit hij. Stertje. Ja, en om die te volgen. Goed, dat zijn hier schichten. Goh, jong toch. Ik ben zo blij dat we die hebben, hé. Oh, chappie. Monkey. Goh, je ziet die rijk opstap bij de rozen. Rijk opsteert hij. Zie je die heipollen? Links daarvan, 20 centimeter links van die heipollen. Kun je hem vinden? Ja, nou als je erachter rent. Je ziet daar een beetje jeurig man, dan kan er Nederlandse tiestig jeuren. Je voelt het toch ook wel neef, nee, als je goed gedoucht hebt. Dat denk ik goed. En tuipt en schruipt.
Of dat maar. Met roosjes. Chic, hè? Chic, hè? Dus toch. Maar het beeld wordt er wel bij. Na de regen nog het roosjes gevonden, ja. Oh ja. Was een herrie nellies in de kikker. Dat ding. En dan zit hier een Joop zijn karaf. Hè? Proost verder. Op een 69ste. Nog een jaar op wachten. Op een 69ste zeg ik. Ja, ja. Zo mooi. Heb je? Vandaag krijgen we willen boeren. We willen boeren. Dat zeg jij zo. We willen boeren, ja. Merk, zien we er net dus, maar toen hadden we voor jullie eten te maken. Hè? Ja, maar je hebt net gezegd, omdat we Nederlanders zijn, was ik al jaren. Ja, zeker. Fantaseren. Een beetje vlees. Een echte willeboeren, ja, van hak. Hè? Mm-hmm. Appelmoos, piepers. Oude piepers. Smaakt het? Smaakt goed. Dus moet ik ook opblijven. Nou, doe het contract voor een jaar verlengen. 1 jaar. Huh. Ja, joh, dat joh, joh. Heb ik nog een vast aanstelling daar? Kreeg ik op de championschool ook al nee. Hé? Je hebt wel een vaste aanstelling gehad, zeker weten. Ja, maar dat heeft lang geduurd. Zeker weten. Dat heeft lang geduurd, joh, of nee? Moet 2 jaar duren. Voor lang hebben we mee. En dan zie je wel. Dan mag ik er niet aankomen omdat er eerst een plaatje gemaakt wordt. Ja, nou, toetje net, ja. Ja. Hé, hey, dan kunnen we nog weer weten hoe lang we gegeten hebben. Dan kun je eens de video kijken en ik ga kijken. Wanneer dat we de slij hebben gegeten. We zullen wel nu gegeten. Zet. Minstens. Lekker? Ja. Niet anders met de vingers eten. Nee, niks ervan. Ik wou haar zeggen hoogkant. Hè? Maar op mijn verjaardag staat meisje er zo mooi op. Ja, maar het is koninginnedag. Hè? Nee, ja. Morgen. Ja, maar we gaan toch vandaag voor koninginnedag in het Oranje naar het land, of niet? En dan hebben we een speltje op, die heb ik dan zeggen. Oh ja, gaat dat nog gebeuren? Die heb ik al. Oh, ja, dat wil ik zeggen. Ja. Maar ja, wat een meisje, hè? Ziet er mooi uit zo. Ik ben een meisje. Ziet er mooi uit. Ik ben een meisje. Ik weet dat die op de markt nog best wat opbracht. Hè? Tweedehands gekocht. Die was je zo kwijt, weet je dat? Je ziet best goed, joh. Ja. Als ik met op mijn 68ste nog niet groot genoeg ben, veel groei is er niet meer, hoor. Ja, nou wordt het pas echt gevaarlijk, hè? Mm-hmm. Nou wordt het pas echt gevaarlijk als ze zo kort bij komen. Niks kort bij. Oh, jawel. 68 jaar, het is zo. Mooi in de oranje, hoor. Ja, maar dat is... Als Amerikaan zien we meer koningsgezind is. Dat is de reden van Hare Majesteit. Ja, dat is toch ook. Kies hoe dat zit. Dat is de reden van mooi overhempie. Ja, dit is onderhand voor... Van januari af. Ik wou net zeggen, voor de derde maand, hè, dat zoiets bloeit. Van januari af. Eigen teelt, hè. Oh ja, dat waren kneuzen uit Savannah, weet je nog? Eigen teelt. Die had ik toen in het ziekenhuisje gehad, in het kastje. Ja, ja. Ik wil mijn knieën zeggen, ik wel oud. Geen nee, je zit er nog goed uit. Een groot lang haar van jou, hè. Hè? Een groot lang haar van jou, hè. Oh, dat kan ik, woon hier ook. Hé, hey, dat ziet er pas goed uit. Dat knapte net. Ja, maar dat betekent dat je oud begint te worden, hè? Dat weet ik ook, joh. Oh, hè? Oh, zie je geen vals. Helemaal niet, hè. Zie je geen vals. Helemaal niet. Ik heb Bertie uit greepvoet. Die had een petje op, een zwart petje. Lekker, hè? Greepvoet, yum, yum, yum. Kom gewoon een nootje halen. Kom nou. Hey monkey. Kom
te doen. Monkey. Wat ziet er een beest. Monkey, wat wil hij? Wat wil Monkey? Was... Die komt voor het gemaakt maar binnen de nooit. Tuurlijk hè, Piep. Dat is Piepmuis hè. Ja, ja. En als Piepmuis niet is, dan is dat een jongen van... Dat vond ik me nou af. Die waren toen met z'n tweeën, die had een baby erbij, maar dat is een wiefke. Ja, ja. Is het Piep? Dat gaat handig zo hè. Piepmuis? Met één pootje. Ja. God. Ja. En haal ze nooit. Zet de bakjes rijk op. Zeg. En die bakjes nemen het vervolg niet meer mee de tuin in, waar? Die laten hier staan, hierboven. Voor je moet altijd gaan zoeken. Ja, ja. Piep, ja. Dat is het huis waar we wonen, hè? Voor je hebt al ooit een eekje gehad als huisdier. O ja. En nou zult het hazelnootje op moeten eten, nou zien de nootjes op, nou smaakt dat ook wel, hè? Lekker, ja, hè? Nee, hoeft niet, rollen we weg, hij heeft ook al gedaan. En je springt hier nergens op, denk erom. Hm? En ook niet in de stielen bijten. Nou, hou je dan, hè? Wil een hazelnootje wegrollen? Je zou op de vensterbank willen springen, hè? En voeten vegen als je op de mat komt. Zeg? Die wil ik even waarschijnlijk. Zo nu ik echt voor Koen, die is 60 jaar getrouwd. 1 juni. Groot stekje. Een heel groot jaar. Ja, wie haalt dat tegenwoordig nog? Ik heb een lizard gevangen. Dus kijken of je nog stil blijft zitten. Gewoon naar binnen moeten rennen. En er waren wel bijzonder, een rode kop. De rest broen. Die klimt er hoog een boom mee. Oh, dat is nog een leuke demonstratie. Hé, hey, Lizzie. We gaan er mee verder vooruit, hè? Leuk een dag vinden hier wel iemand anders. Bosbewoners. Zo hoog in een boom, ja. En wat eten gedaan? Ga ik ook naar vogelnestjes eitjes uithalen? Hm? Lizzie? Hm? God, het loopt hier onhandig. Wat loopt hier onhandig? Is hij nou... Hè? Huh? Ja, dat is onvoorstelbaar zo hoog in een boom. Ja. Nou, ren eens. Hé? Hey. Hier is mui. Ja. Nu moet ik eens opzoeken wie dat is, hè? En van onderen wit, ja dat moet goed zien. Kin is wit. Hoi. En dat zien Jack in de poolpit. Die is bij je in het wild. Zo is kort erbij gaan. Trek de andere kant. Ja, dit is een bloem dan eigenlijk, waar?
Er zit zo'n keeltje in. Dit is de bloem, hè? Dan moet je kijken. Dan kun je hierin kijken, zie je dat? Ja, wat is dat? Niet zo kort bij. Jawel, dat gaat goed. Ja? Dat is al stikjes, je denkt. Dat is ook wel. Dat is een vliegenvanger natuurlijk. Oh ja. Met een klepje erop. Ja. Dit is heel erg kleurig, maar toch wel heel apart. Dat is dus het beest wat we verzuigen. Zo zie je dan 5 lines kink. 4,5 tot 1,5 in en die kost goed klimmen. Die eten dus insecten, larven, spinnen, aardwormen. En wat dat is, dat weet ik niet. Deze was even een kleine muus. Niks goed. Kom maar. Kom maar, Piep. Kom maar. Kom maar. Jij mag dat, hè? Ja. Kom dan. Is dat lekker, Piep? Is dat lekker? Wat kijk je, dat is een videocamera. Dat is een videocamera. Zeg, wel fatsoenlijk eten, hè? Netjes zitten. Voordat je dat erbij doen, anders is het heel erg contrast, hè? Ja, netjes met mondje dicht eten. En niet het bakkie omstoten. Foei, Piep. Zeg. Met een rode staartje. Zeg. Is dat lekker? Dan heb je de voeten gepoetst. De voeten geveegd buiten op de mat. Zeg. Wat Piep de voetjes geveegd? Had hij dat? Zeg, slokkenbrok. Ja, de camera. Op de camera. Is dat nou? En vrouwtje heeft vlechtjes. Vind je dat gek? Hè? Vrouwtje heeft vlechtjes gemaakt. Heb je dat ook nog nooit gezien? Gekke malle Piep. Moet vrouwtje weer kriebelen? Wat gaan we nou doen? Ik ga het doen. Gaat hij wel weg? Ga je dan hoor. Ga je. En nou is het siesta time. Staart omhoog. Zeg, piepmuis. Gekke malle piep. Zeg. En was dat lekker? Was dat nou lekker? Met de grote ogen, wat? Piepmuis. Met een rode staart, hè? Staart omhoog en zijn poes. Daar liggen we dan, hè? Lekker uitwaaien, hè? Oeh. Dat zien nou die huisdieren, hè? Dat zien huisdieren. Een tafereel. Daar staan de eenden te kijken. En dan snuffie die daar links zit. Een snuffie is moeilijk te zien, hè? Heel stil. Snuffie zit daar net boete te hei, daar zit hem. Dan moeft hij. Die zitten elkaar allebei uit te kijken. En een baby snuffie. Oh, snuffie zit daar te eten. Dan schuurt hij weg. Kwekkie zit erin kijken. Daar zit hij. Dan rent hij weg naar de buren. Wat zit achter daar? Nee, Kwekkie ging hem gaan snoren, hij moet dat zien. Daar is hij, die denkt, wat is dat voor een gek beest? Ik ken ze, maar Snuffie is nog niet. Grappig. Ja, ik doe niks.
bij jou doorkrijgen, hè? Dat is de gardenia en mee. Yoshi daar. De eerste keer dat hij blijft. Het is best goed. Zo mijn hand was bij je al. Kom ik. Het is mooi. Heel fijn woord, ja. En die stopt zo bijna. Op mijn glanzend blad. Mooi model. Eerst keer dat hij bruit. Oh, dat is de baby. Ik ga je onze katalpa filmen hier. Bij het bruggetje. Die bruit zo mooi. Even eens gaan kijken. Dat zijn heel prachtig, heel mooie bloemen. Ik zag leeuwenbek gezetje. Keeltje. Ja, zo'n trossen en dan een week tijd en is het gebeurd. Met de bijen zitten eraan. Ik vind dat heerlijk. Even weer de rode de pluit weg. En op de achtergrond tot alles kans is. Ja, die begint net, nu al 14 dagen weg. Dus we het meeste wel missen dat we. Dit is zo mooi. Goh. Nou, hier onze camellia. En meer Yoshi daar. Dat is een grote. Zal dat in mijn hand. Nou, hier heb ik een vinger. We kunnen ongeveer zien hoe groot. 10 centimeter moet je zien. We hebben er al een beetje Maria biertje. Nou, een mooie geluid. Een hele aparte groene randje staan als ze bijna op zien. Nou, Ellie en Jeu zijn te laat voor. De bloesem, misschien hebben we nog gardenia's. En die zullen we misschien ook nog zien. Maar aan de voorkant de azalia's. Die zijn beslist uitgebreid, ja. Zo heb ik wel een korte beugel. Dat is al best mooi en mensen volgen daar. Zien dat roze? Wat is dat? Nee, azalia's, laat blijven. Kijk even hoeveel foto's er wordt.
als eekje uit Nuremberg. Van een eek of van de vakantie van oktober. Verbazend hoe goed dat die pikantrie al is. Een mooie kleur groen. En mijn beukenbloemke daar. Die is gegooid. Goed te melden ze. Klotten. Daar stonden vergeetmenietjes en daar hebben we hostas neergezet. Langs het pad. En daar de monroerlieren op. Dan kunt het bospad al zien. Naar en door een ganse patch. Ook zalissen. Dat is iets van Marjan uit het bos. Drie saxifraga. Die gaan we kweken ook om net een pad te zetten. Als die baby's krijgen. Die is al heel groot gegooid. Die heeft al een baby bij liggen. Mooie Japanse esdoorn. Die hele mooie fijne goudgeun en spin op een herfstocht. Die is zo mooi. Hier is vandaag zien servetpleintjes even het pad. Kleine bonte buxus. Goed Connecticut. Dat is een hele mooie goudgroene spirea. Die bluit bijna. Dat bluit denk ik helemaal. Pegel weg zondag. Dus dat zullen we nu zien dat er de rest ervan. 14 dagen. Dat is als een ermen afhangnoot. Die is aan het sterven. Waarom dat weet ik niet. Ik heb er zo nog voor. En die van vorig jaar is ook dood. Het is als een kastanje noot prater. Het is zo gek licht van kleur. Ik hoop dat hij het haalt. In elk geval voordat we naar Mexico gaan. Dit dan even voor ons liggen. Dat is een bluebird of een baby, hè. Crossbos. En de eigenaar van het landgoed. Feit goed. Dat geluid. Dat is echt bosgeluid. Dat is nog een afhangnoot. Ja, volgens mij wel. De vakantiedag. Ik weet het niet helemaal zeker. Die hebben we daar gisteren neergezet. Ja, dat is de nieuwste. Uit India. De nieuwste aanwinst. Ja, en die is ook zo mooi, die Cape Myrtle zo gesnoerd, hoor. Ja. En die bark zo mooi. Die is heel mooi. Hele mooie bark. Wat zie je nou, schoester? Jouw schoenen die je in de tuin aangaat. Jij zet die altijd maar zo weg. Ja, tot de volgende keer. En dan, ja, en dan ondertussen hoop je dat de huisknecht, nee, dat die ze koest. Nou, mag die blijven? Kijk eens. Ja. Oh. Mooi hoor. Doe maar uit. Ja, het zijn prachtige hortensia's. Ja, en gardenia's. En gardenia's ook, ja. Schatten. Die is afgemaakt. Hé? Hey. Mm-hmm. Oh, jongen. Ja, jammer, jammer. Deze, kijk eens. Wat moet die zijn? Een hortensiaatje, zeg je dit. Jammer dat we ze achter moeten laten. We gaan morgen naar Mexico. Hadden we ze die jongen nog meegegeven? Ja, dat is stom, joh. Toch zien deze iets violet als ik zo van ver kijk. Ietsje. Dit is de Miami Supreme. Die M.E. Yoshi, daar is schatter. Ja, maar deze heeft die achterpetaal. Mooi. Ja, dit is, wat stond er toch? Vermaakte bloemen, hoor. Mm-hmm. Goh. Dat is toch zoiets, ja. Daar staat hij op het eilandje te kijken, hè? Ja, te kijken. Heel voorzichtig loeren. Ik denk niet wat hij dan doet. Mooi is dat, hè? Dat zien.
Toen op de brug, dat is een grote. Dat is een flinke maker, ja. Kijk daarbij. Dat deed hij vroeger aan, dus dat hebben ze van de meiden geleerd. En dan geven ze niks om de eenden erbij. Nee. En nu zit er maar te kijken. Wat een beest, hè? Dat is een blauwe reiger, of een? Ja, zij zei de Great Blue Heron. Great Blue Heron, ja, ja. Ja. En dan een bos reiger, of dingen blauwe, volgens mij. En door die mag door die als... kunnen zien, maar dat. En dan dat. Tegenstander zit er ook voor, wat er was. Dan kocht twee door, maar... zo, nu is scherper weer. Nou, zo even filmen. Dit is. Nou, even inzoomen, dat is een hagelsteen. Dat is golfbel. Dat ik zo nog wat huren als op dak. Moet toch zee? Moet toch zee? Nog nooit. Het is een beetje over, geloof ik. Ik te laat met veel vers op het dak. Ik denk, hoe duurt het ook? Maar Jan zei dat de vorige week zo koud was geweest. Zo zijn we daar. Dat is een watercomputer. Daar liggen ze. Daar liggen ze. Kunnen ze zien op de stenen, hoe goed ze die zien. Mooi grij. Oei, hey. Zo'n tuin met pingpongbelkens. Hè? Oh. We kunnen in de boot om in de hand te halen, maar wat een gezicht. Wat je op de grond hoort, is de warmtepomp. Ja, nou, smaakt die smitsbeen? Proost. Hé? Hey? Ja. Wijn van de meester. Ja. We kunnen zelf niet zeggen, beslijgen is natuurlijk, want nee. Het is een fout. Je moet een beetje stroonsen naar voor eigen product. Kijk, een pleintje scheurtje van... wat is van Batemunstrijf of wat? Wat heet hier, jullie? Ik moet er gauw beker zitten, denk je op. Ja, Binko. Die voel je jezelf aan. Oh, we hebben nog pudding in de koelkast. Smaakt die? Oh ja, een toetje, ja. Zie je zeker? Je hebt de fiets op kwaaie been. Kwaaie been? Wat doe je hier? Wat doe je hier? Ja, iemand had een bloemen gebracht, zie ik. We hebben een haar daar, hoor. Ja. Heb ik ook gekeken. Wat van herrie, boombaas, voor jezelf.
badgasten. Kindjes terugleggen. Echt super. Waar Peter was? Ja. Moet je vergeten dat hij het ziet. Van morgen wordt af. Dan kunnen de mimosa maar op, Pieter. Zo is dat. En vast had je mooi t-shirt, hè? Vanmiddag ja, ook. Ja, lang niet meer. Jeugd zijn we de laatste pakken. Ik heb een tuin. Ik heb een tuinpak uit. Tuinpak. Oei, stoot je het in. Big smile. Ja, hoe voelde je als Hendrik Jan, de tuinman? Not so bad. Krijgen we? Konijn, rabbit, salat. En pierseslaai. Pierseslaai. En strawberries. Nee, dat is rabarbertje ook niet. Een rabarbertje. Als je schrijft, maar dat kun je toch mooi nemen, hè? Mm. God joh. En nou eens bewegen. Het is de viooltjes weer. Maar wat een schicht, hè? Zit hij nou? Ja, tussen de viooltjes. Oh ja, zie. Die weer is het dik als die zwarte hier. Nee. Wow. Nou, heel mooi beestje dit, hoor. Mm-hmm. God, die guy, die duikt er bij de boven op. Maar we geven ze niks aan mijn voorhoofd. Dan je die water drinken. Leuk, hè, wat zit daar in? Kijk op, stop, Pieter. Wil je hem? Hé? Hey. Mooi, hè? Kies wel een schatje heen. Mm-hmm. Dank je. Kort hier ben ik wel een bakje met nootjes in. Hij zegt de wangetjes aan het volstappen zeker, hè? Dat hebben we nog nooit gehad, Pieter, dat hij zo dicht weken. Nee. Zo lang. Dat is zo lang? Ja. Nou kunt hij nog wat dichter bij je op het gras, kijk, Pieter. Dan kunt hij aan, hij nam je bakje maar goed. Hoef van een boom en terug. Bluebird, mijn baby. And she was suffering so much. Marisa, I can't stand, so why some females? Because she forgot part of their life. I mean, are they real? Oh, yeah. Well, they're not moving a bit. No, no, but they just have eaten so much that now they have to from the sheriff. They made up, huh? Guys. No, you see, they are real, though. These rockets over there, yeah. There's corn in it, and in the morning, they are... Heb je wat op geschoefeld? Dan moet je dat spullen zien liggen en dan op andermans bed. Hè? Wat een grijs, hè? Ja, maar dikke gegeten. Wie vertellen nee, wat we doen zien? Nee. We hebben gegeten. En waar kijken die naar? Naar een of andere. Ja, 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 ja. Maar huurmaas. Ik hoor de muziek, ja. Dus man, ze bouwt met een beetje op vakantie kregen de Spanje haren van. Ze hebben ze thuis in de werkende kistje. Ja, meestal.
ik te filmen van het laatste avondmaal. Het laatste avondmaal, ja. Oh, we kregen soep. Soep met bloemen, of nee? Oh, die van mij is rood gekomen, die bloem. Daar ligt die de dag uit te blikken. En jullie ook. Moet wel opeten, hoor. Komt van Amerika, dus hij moet goed zijn. Ja, zeker is hij goed. Ik kan het gewoon niet aan. Ik heb er net zo niet aan. Ik moet kijken wat voor de film kunnen staan. 1993 Californië. Ter ere van het grote feest. Morgen gaan ze weg. Moet daar ergens iets van weten te maken, ja. Ellie. Wat zei je, Pieter? Ik zeg, ter ere van het grote feest. Morgen gaan ze weg. Ja, erg genoeg wel, hè. Maar ik heb de vlag nog niet zien hangen. Wat ben je aan het brutselen, meid? Een zalmje zijn dan blij. Is dat is boos in lievelingslui, ja. Ik vond die zo wel lekker. Aardbeetjes bij. Jullie twee mee verdienen. Wat is de formuliertje? Ik denk dat het van Frits Kruis is. Frits Kruis, ik denk het. Ja. Als jij dat in de oven hebt, dan vind ik jij nog. Dus je schaduw niet. Dan mag je niet aankomen. Nog een keer met me. Foto's van het gezelschap. Hè? Je moet hier uit voor ons twee maken. En Pieter en ik maken een video. Zo is dat. Kies gesuikerde druifjes. Met. Eiwit. Eiwit van mijn eigen. Ongeklapt eiwit. Dat is de laatste gang van de laatste avondmaal. Zo is dat. Zo is dat. Pieter, hier, dat is de afgang. En Pieter heeft ze erop gelegd. Dit is de afgang. Ja. Pieter. Wat is het? Dat is de afgang. Ja, dat is de laatste afgang. Dat is de afhang, maar de afgang. Post, hè? Post. Post, ja. Pak de lepel maar even lekker. Dat kan ik ook, hè? En ik kan beginnen met kerst. Was je bang voor de beestjes? Nee? Er gebeurt niks hoor, kom maar. Nee, er gebeurt niks. We gaan wel eens bij de kleintjes kijken, hè? Ja. Nou, eens kijken dan. Dat, de kleintjes, hè? Ja. Die kijken nog heel dom, hè? Ja, kom maar, Catbird. Hè? Er gebeurt niks hoor. Er gebeurt helemaal niks. Nee. Was jij zo bang? Oei, oei, oei. Twee kleine, hè? Wat is de beest? Wat is er dan, hè? Wat is de cat? Er gebeurt niks, hoor. Er gebeurt niks, hoor. Die kleintje... Wat is de cat, bro? Die kleintjes zaten weer op het nest, hè? Oké. Zit met die piep hier. In de klimaten, zo klimt hij af het dak, hè. En dan komt hij hier naar het balkon, dan kunt hij zich nootjes pakken. Die hij paasje bij de veranda is gevangen, hoor. Gaan ze doos met noten pikaat. Oh, wat valt er nou, piep? Kom maar, piep. Dat is een klimrek, hè. Een eekhoorn klimrek. Kom maar, er liggen er nog meer. Kom maar. Wat je er net hier neergelegd. Kom maar gauw. Kom maar. Piep. Zo ja.
Zo, ja, kom maar op. Kom ze maar al halen. Dat zijn jouw nootjes. Kom maar. Foutjes in leegbed. Kun je daar gemakkelijk op lopen? Wat de vogeltjes zingen, hè? Wat de vogeltjes zingen, Piep. Lekker, hè? Is dat lekker? Is dat lekker? Pa, had je pietjes? Had je beestjes? Camera kent hij wel, hè? Zoende kap, hè? Zo, die boedie. Lekker, hè, Piep? Ja, en straks komt bij zijn foutje bij naar Indonesië voor 3 weken. En dan kreeg Piep geen enkel nootje. Nee. Hé. Hey. Foutje op de buik liggen in de slaapkamer, hè? Oh, is dat lekker, Piep? Hoe is dat lekker? Oh, lekker. Yum yum, hè? Mag je niet om zo lang te zien, hè? He? Je ziet ook wel een speciaal dier. Of het dak komt hier via de klimatus. De klimrek, hè? Op het balkon zijn nootjes halen, hè? Ja. Vond je toch dat ze een inbreker huurde was, sprong hij van boven op mijn bed. Zeg, ja, jij. Zo is gekeken naar deze euphorbia snowtop. Kettenvullers. Nee, bloem. En daar staat hij dan. Een groen blad, nauwelijks een bloem. En die kleurt zo. Ja, mooi. Dat is goed gelukt, ja. Ja, ik heb hem. Oh, Pieter. Het zijn net poesjes. Oh ja. Huh? Ik zag hem net terugklimmen en... Moet dat zijn, Pieter? Ja, die... Hé? Die doen zo'n beetje. Moet dat zijn? Zo kreeg toch een show met mijn batterij fles. Goh. Die gaat in een boom zitten. Dat is een vriendje, waarom hang ik? Met één handje uit die. Huh? Ja, je moet één handje hebben om zich vast te houden. Dat is de enige die het trucje kent, hè? Kijk.
Zo'n jongetje. Meneer Nijntje. Wel leuk hoor. Vind je dat een geinig? Dat verdient hij toch om wat te happen, kies. Kies wat hij zegt, de vingers aflekt. Prachtig. Wat moe, even steunen. Geen aan mij hoe dat toch hangt. Elf uur elf, zeker. Ja, ja, twee dagen voordat we vertrekken naar Indonesië. Moeten we het al inlaten, ik ken twee dagen om. Drie dagen. Dadelijk val ik terug. Dan film ik. Daar zit de camera niet meer. Die daar ja, dat is nou een knop hoor. Dat is nou een knopje. Dat is een mooie vlek. Waterlelies. Waterlelies nou wel. Ja. Dan moet ik zo op met de kamer voor het gezin, dat ploenstrek ga je terug. Die knop. Oh, die is nog heel lief. Dat is zo'n koningin, ja. En nog een plekje. Wat gras in de vijver van het maaien. Drie plekken waterlelies. Lekker als er een klein barsje in zit, zie je dat? Mooi hoor. Deze. Die verdwijnt. Hier zitten er. Die verdwijnt. Oh. Hier. Zo eten we boeten hoor. Hier. Ja, die zijn. We drukken in. Hier gaat het kastje in. Een blauwe staart, ja. Kijk toch eens. Zie je maar in het kastje gerend, hè? Wel even gevaar. Wie zit ik hier? Hier zit hij. Is het mooi, hè? Ja, aan een blauwe staart. Ja, ja. Ostermaten. Ja, dat is de ene rode, hè? Is hij nou moe van het hart rennen? Hé. Hey. Een heel aparte start, hè? Ja, ja. Misschien met de camera ook kunnen we een dag filmen, wat? De voorbeers is zo mooi. Die hart op het goeshukske. Ja, de beesten, de insecten vinden ze ook mooi. Oh, die is wel mooi. En in de vaaspies wat drie weken. Wat een gewemel. Dat is leuk zeg. Dat is dan de Mexicaanse hommel. Denkt u? Vind je het lekker jong? Yum yum hoor. Niet boos weer hè. Daar is hij wel hoor. Ah, weg. Dat is wel apart, ja, deze dier van Jeu nog in het bos besteden, ja. Tweede keer. Buit. Spreeklicht. Met een kabel vanuit het kastje. Met Pieter hier zijn pumpje. Wat hier is in de vijver zat. En daar pompt nog water op. En dan kan hij de gunder water geven. Een bos. Ja. Hendrik aan de tuin, man.
dichtbij bekeken. Ja, dat is een verre toch? Dat denk ik. Het is niet indrukwekkend, kijk maar eens. Ik zeg het is niet indrukwekkend, maar ze vinden het prachtig, wat dat maar. Dat denk ik. Mooi, hè? Dat is van het vijverpompje. Ja. En de capaciteit is niet geweldig, maar als je hem er een minuut of vijf bij laat liggen, dan ja, is je heel erg dankbaar voor, hoor. Als we zo'n week in regen hebben. In de gaan toch niet wel? Misschien wel. Hé! Hey. Hij is overstuurd. Kijk. Oh ja. Een mooi meisje zo. We zullen je wel eens volgen in de tuin. Hoe zeg je, meid? Die dat was weer in de doos. Ja, ja. Hè? Ja. Kom maar in de buik verder. Ja, mag dat. Mike, hè? Ja. Beetje in de, hoe heet die ook weer? Pseudo-acacia. Pseudo-acacia robinia. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat is een prachtkleur, hè? Oh, dat is weg. Ja. Je hebt mee. Hm. Als ik veel water hebben, hè? Kwekkie. Zet die baby's kunnen in meisjes eten, hè? Nee. Kijk toch eens. Kwekkie. Is een mama, maar Pieter. Ja, waar? Oh, Pieter. Nou, kijk toch eens door dat gras. Ja, waar? Och, jij hem drie, hé. Hey. Ja. En als we toe eens komen, dan is er misschien niemand meer. Eerste zwemles, hè? Ja. In de vijver, hè? Ja. Dat is leuk, hè? Meisjes en baby's. Kwekkie. Kwekkie. Mooie baby's, hè? Ja, mooie baby's. Hele mooie baby's.
Wat was dat, Khaki? Hè? Och, arme. Hoe dat loopt, hè? Khaki. Zo'n mooie waterlelies, jullie wonen in een paradijsje. Trotse mama. Dat zal vlugger weer. Moet ik je dus dit zitten, ja, zei Pieter. Die is vandaag nog mooier. En die zullen moeten kunnen ruiken. Witte wisteria aan jullie. Kijk, kijk, kom. Kijk, 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 kom. Want die kleintjes kregen niks. Nou, niet weglopen, hè. Hap, hap, hap. Ja, ja, ja. Dat is lekker, hè. Oh, Khaki vindt het wel, hè. Kwek, kwek, kwek. Ja, ja. Ga je nou weer naar huis, hè? Ga je nou weer naar huis met de kleintjes? Die waren naar het happen, hè. Ja, ja. Hoe lang al de week, dus dat kunnen ze halen, wat? Ja. Ja, 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 is lief, hè?